allemaal, vandaag weer tijd voor beauty nieuws van deze week. Aantal spulletjes hier neergezet, die kan jullie even laten zien. Sommige zijn helemaal niet zo nieuw, die bestaan al lang, maar die heb ik wel deze week ontdekt. En waarom heb ik ze ontdekt? Omdat ik op vakantie was. En in de vakantie heb ik in ieder geval veel zonneproducten gebruikt, want ik was in een zonnig land op vakantie. En daarom is deze fles bijna leeg, maar iets meer dan de helft is eruit. De Lancaster Satin Sheen Oil, de Fast Tan Optimizer. Dat is een olie waar je snel bruin van wordt, maar wel met een SPF 30 die je beschermt tegen UVA, UVB en infrarode straling. Dat is eigenlijk weer het nieuwste van het nieuwste op zonnegebied, is dat je ook die straling schade kan aanrichten. En Lancaster is eigenlijk een van de eerste merken die daar ook producten tegen maakt, die daartegen beschermen. Dus dat is wel heel mooi. Daarbij is hij heel fijn en ruikt hij natuurlijk heerlijk. Maar dat doen alle producten van Lancaster voor de zon. Echt een soort verslaving is het. Ander product waar ik ook echt heel erg blij mee was, was dit, deze spray. Flacon met water. En nou, we zeggen water, wat moet je ermee? Nou, het water zorgt dat je sneller bruin wordt. En het is ook gewoon heel lekker verfrissend. Dus als je lekker langs het strand ligt of langs het zwembad ligt, dan kun je deze gewoon af en toe even over je heen sprayen. Ruikt heel lekker, lekker fris eigenlijk, een tikje bloemig. En zorgt er ook nog voor dat je sneller bruin wordt. Maar het beschermt niet tegen de zon, dus je moet het wel combineren met een ander product. En dit was echt een aanrader. Hij is ook anti-zout, zout. Dat betekent dat hij ook lekker de huid verfrist als je in de zee bent geweest. Dat is wel heel fijn. Andere twee producten waar ik dan ook wel heel erg blij mee ben geweest. Ja, ik moet af en toe even uit beeld stappen, sorry. Dat zijn de producten van Sisley voor mijn gezicht. Deze heb ik eigenlijk iedere dag op mijn gezicht gedragen. Dat is de SPF 50 Plus Broad Spectrum Facial Sunscreen. Dus dat betekent dat hij een hele hoge beschermingsfactor heeft. Deze en dit is de After Sun van Sunleia. Die ik eigenlijk nu nog steeds gebruik als nachtverzorging. En dat ook blijf doen, zodat mijn kleurtje een beetje behouden blijft. Deze heb ik natuurlijk ook meerdere keren per dag gebruikt om weer even extra te beschermen. Weer wat pakken. Voor het lichaam heb ik daarnaast deze gebruikt van La Prairie. Oeh, die is wit. Kun je bijna niet zien, net omdat je dat eindelijk schijnt. La Prairie, dit is de Sun Protection Lotion Body. Die is eigenlijk leeg. En dan heb ik als After Sun de Soothing After Sun Mist. Dat is een hele lekkere verfrissende spray. Die na het zonnen kunt gebruiken om, ik bood het weer even in een cameo, heel leuk. Die je kunt gebruiken om huid weer op te frissen en te verkoelen. Maar daarnaast ook gewoon zorgt voor langere houdbaarheid van de zon. Van het bruin, sorry. Helemaal verkeerd. Dit is ook een product die ik heb vorige week eigenlijk voor het eerst ben gaan gebruiken. De Purity Made Simple, maar dan de Purity Made Simple Foaming 3-in-1 Cleansing Gel for Face and Eyes. Eigenlijk is deze vooral geschikt voor de wat vettere huid. En juist in de zomermaanden vind ik deze heel erg prettig. Want hij maakt de huid echt lekker schoon zonder al te droog te voelen. En misschien toch net even dat extra talg wat gebruikt, ontstaat door de warmte, haalt hij weg. Dus dat is echt heel fijn. Ander mooi nieuw iets is deze hele nieuwe kleine verpakking van Coco Mademoiselle. Een nieuwe verpakking, een nieuwe, volgens mij ook een nieuwe maat. Dit is namelijk geen, je kunt zeggen van, goh, een kleine, zeker een sample, maar het is niet zo. Het is dus een echte parfum. Dat betekent dat de geur heel erg geconcentreerd is. Het kleine flesje is ook niet goedkoop, dus €170, maar je hebt ook maar echt een drupje nodig. En het mooiste is dat het nog helemaal verzegeld is. Ik heb hem dus ook nog niet opengemaakt, dat komt dus nog. En dat maakt het wel heel bijzonder. Dat moet je dus ook verbreken om dan die geur, en dat is eigenlijk gewoon zonde. Maar ik moet het natuurlijk wel doen. Ga ik ook doen. Van een heel andere prijs orde, zeg maar. Het zijn deze geuren. Playboy VIP voor mannen en vrouwen. Press to Play heet ze volgens mij. Playboy heeft nu dus een mannen- en vrouwengeur aan elkaar gekoppeld. En de damesgeur die heeft dus de leuke konijnenoortjes. En de mannengeur is vrij neutraal. En zal ik even snuffelen. Deze, die ruikt nog wel zoetig. Nee, het valt mee. Lekker fris, licht zoetig, niet overdreven. En de mannengeur die is best wel stoer. Echt leuk en gewoon bij de drogist te koop. Dus dat is ook wel mooi. Bij de drogist, om precies te zijn, Ethos verkoopt ook Aussie. Aussie is natuurlijk echt een leuk merk haarverzorging. En deze twee, Aussie Volume Conditioner en Shampoo,
Die zorgen echt wel voor dat je haar lekker eventjes een lift krijgt. En zeker als je last hebt van een beetje slap en lusteloos haar, dan moet je deze producten van tijd tot tijd gebruiken. Je kunt ze nu ook winnen en die winactie loopt nog tot 22 juli volgens mij. Dus als je snel bent, dan kun je nog snel even meedoen aan de winactie. Want we geven 10 pakketten weg met onder andere deze producten erin. Dus moet je zeker even doen. Het is een beetje irritant dat ik telkens het beeld stap, maar ik ben niet zo slim geweest om alles netjes neer te zetten. Volgende setje wat ik wil laten zien, dat is Magnetic Wave Design van Deborah Lipman. Nou, de magnetische nagellakjes zijn jullie vast wel bekend, want dat hebben heel veel merken inmiddels al gehad. Deborah Lipman is nu ook eentje die het heeft met een setje met twee kleuren. Big Red Machine is deze. En nog een andere. Die heet Physical Attraction. Een beetje bruinig, bronsachtig. En er zit ook nog in dat setje een magneetje. Want dat is natuurlijk het verhaal dat je je nagels lakt met een van de twee nagellakjes. En vervolgens zet je dat magneetje bovenop je nagels. Maar niet tegen je nagels aan. Je laat een heel klein beetje ruimte vrij. En door de magnetische deeltjes in de nagellak vormt het dan een patroontje. En die magnetische deeltjes, dat is gewoon ijzer of metaal. En dat is ook wel een beetje de reden waarom al die magnetische nagellak vrij donker is van kleur. Want er zijn eigenlijk geen lichte kleurtjes die dat doen. Dus alle tinten zijn vrij donker. Dat moet je leuk vinden. De Sally Hansen komt binnenkort ook met een hele set met magnetische nagellakken. Dus daar kun je dan binnenkort ook naar kijken. Deborah Lipman wordt bijvoorbeeld verkocht bij luxere zaken zoals Skins. Maar ook bij Parfuma en nog wat andere mooie winkels. Hebben we nog meer nagellak nieuws? Ja. Dit is ook een van mijn nieuwe ontdekkingen. Het probleem is alleen... Oh, hier. Ja, toch wel. Ik wist niet hoe die heette, maar dat weet ik nu wel. Van Essie, de All-in-One Base. Dat is dus een basislak die eigenlijk alles doet. Beschermt, hij maakt je nagels steviger. En hij is heel fijn. Ik gebruik hem nu al een tijdje en hij doet het goed. Hij verkoopt Ethos en DA. En dan zou je ook eens hier naar moeten kijken. Dat is die Beam Up. En de Beam Up is een nail whitener. En als je nou last hebt van je wat verkleurde nagels, dan kun je deze gebruiken. Want die zorgt er echt direct voor dat je nagels witter worden. Ook heel fijn voor teennagels. Want die hebben heel vaak de neiging om wat te verkleuren. En dan kun je deze gewoon gebruiken. En dan zijn ze weer mooi wit binnen een paar keer. Omdat het... ik ga snel even door naar deze collectie. Want dit is wel heel erg mooi. Op mijn nagels, jullie hebben hem misschien al gezien, dat kan bijna niet al missen, is deze nagellak van Chanel, de Skyline. En die is uit de Blue Illusion collectie. Dat is een collectie met allemaal blauwe producten en geïnspireerd door een fashion show die Karl Lagerfeld of Chanel heeft gehouden in een vliegtuig. Niet echt natuurlijk, maar in die omgeving. En Skyline was de nagellak die toen gedragen werd door de modellen en die is nu uitgekomen. En je kunt hem alleen maar kopen bij de Chanel Boutique in Amsterdam. Niet bij de andere plaatsen helaas, maar hij is wel waanzinnig mooi. En dat is dus deze nagellak. Maar naast deze nagellak is er ook nog een, even kijken hoor, de Illusion Dombe. Dus dat zijn zeg maar de mousse crème-achtige oogschaduws van Chanel. Dit is de kleur Apparition, een hele donker blauw. En ze zijn vrij zacht, moet ik zeggen. Ze zijn helemaal niet zo heel erg extreem donker. Ze zijn heel zacht. En het probleem is dat deze... Of het probleem is, ze blijven echt wel goed zitten. Alleen ze hebben weinig glans, vond ik. De lichtere, dat is deze. Destination, deze. Die is iets glanzender. Maar ook deze valt nog best mee. Ze zijn wel vrij luchtig. Dat is wel het grappige eraan. Heel leuk. De mousse-achtig, ze blijven wel heel goed zitten. Zeker met een oogschaduwbasis blijven ze gewoon bij mij de hele dag perfect zitten. En ik breng ze aan met een zachte kwast. Bijvoorbeeld met een MAC 217. En dan kun je ze ook mooi vervagen. En bij de collectie hoort ook nog een oogpotlood. Oh, de verkeerde kant. Deze in Bleu Ariane. Een hele mooie blauw, inderdaad. Wat heb ik nog meer om jullie te laten zien? Deze. Ook nieuw, binnenkort, volgens mij augustus in de winkels, nieuwe All-in-One BB Cream van The Body Shop. En hij is in verschillende tinten. Ik heb hem nog niet getest, dus ik kan er nog niet zo heel veel over zeggen. Ik vind wel dat het een heel klein flaconnetje of crèmetje is. Er zit maar 25 ml in, dat is echt wel heel weinig.
Maar goed, misschien heb je wel heel weinig nodig. Dat gaan we nog uittesten. Ook nieuw is dit product. De Lift Actief Jeu. De Lift Actief lijn van Vichy. Echt wel heel populair. Vichy koop je dus bijvoorbeeld bij de apotheek. En heeft mooie, goede producten. En dit is ook een Lift Actief UV. Dat betekent dat er een beschermingsfactor in zit eindelijk. Dit is de SPF 15. Niet echt heel veel, maar goed, beter dan niet zou je kunnen zeggen. En dus ook nog een oogproduct. En dan wilde ik jullie alvast een deel laten zien van de OPI Germany collectie. Dit is de Schnaps Out of It. Nou, de namen zijn natuurlijk weer geweldig. Schnaps Out of It is een beetje een knapborstkleur. Dat hebben ze natuurlijk wel in Duitsland. En dan hebben we, het is een beetje een groenig kleurtje, de Don't Talk Back met een C Back to Me. Een beetje viezig groenig kleurtje, maar wel weer heel apart. En deze collectie komt pas half augustus in de winkel. Een hele mooie grijze Berlin There Done That. Mooie grijze kleur, echt weer lente of herfstkleurtjes natuurlijk. En een hele mooie donker groen-grijze 999. Oké, fine. Nou, de namen zijn weer geweldig, want kunnen ze bij OPI wel. En er zijn natuurlijk nog 8 andere, maar die zien jullie pas in de tijd dat de producten in de winkels liggen, want dat duurt nog wel even. Dan heb ik jullie deze nog om te laten zien. Een hele mooie speciale versie van de Touche Eclat van Yves Saint Laurent. Met deze heeft zeg maar een beetje ribbeltjes. En dat is een speciale jubileumeditie volgens mij, want ik dacht dat hij 25 jaar bestond of 20 jaar. Heel mooi. En dan laat ik jullie mijn laatste verslaving zien. Dat zijn deze. Dat zijn lipstains, maar dan met gloss. En ze zijn echt super, super, super fijn. En hoe heet het? Even kijken hoor. De Rouge Pure Couture. Ja, sorry. De Rouge Pure Couture. Glossy steen. Dus het zijn lipstains, maar dan geven ze wel een hele mooie glans. En kleur natuurlijk. Ik heb deze kleur mijn vakantie bijna dagelijks gedragen. Dat is nummer 12. Een hele mooie koraal roze kleur. Nou, het mooie is dat ze heel licht voelen. En ze hebben gewoon een heel mooie kleur met glans. En die kleur blijft ook goed op je lippen zitten. Er zijn natuurlijk ook er zijn een heleboel kleuren. Maar ze zijn zo fijn om te dragen. Omdat ze hebben ook geen geur of smaak. Maar ze geven wel een hele mooie kleur. En ze voeden de lippen zodat ze lekker soepel blijven. Ook als het warm is en zo. Dus ik vind het een hele fijne, mooie kleurtjes. En ja, ik aanraden. Dus ik heb er nu een paar en ik blijf mee smeren. Dus ik vind ze heel fijn. En het plakt niet. Ook wel heel fijn. En dan had ik in mijn vakantie ook dit hele mooie palet bij me. En die heb ik heel vaak gebruikt. Dat is de Pure Chromatics nummer 8. Het zijn wet and dry eyeshadows. Het zijn dus oogschaduws die je zowel droog als nat kunt gebruiken. Maar ze hebben vooral echt een hele mooie combinatie van kleuren. En echt voor zo'n vakantielook. Dus met brons en wat donkergroenachtig. En dan wat zilver, of ja, wit en goud eigenlijk. In combinatie met een koolpotlood gaf dat echt een mooie zomerse look. Want meer dan dat heb je eigenlijk niet nodig. Een beetje mooi blush of bronzer en je ben klaar. Nou, ik heb mijn lijstje of mijn spulletjes allemaal weer eventjes laten zien. De zon is lekker gaan schijnen. Dat is natuurlijk wel fijn, want daar hebben we wel zin in. En dan kan ik misschien eindelijk ook dit jurkje met lange mouwen uittrekken en iets zomers aantrekken. En ik hoop dat jullie het weer leuk vonden om even te kijken naar het beauty nieuws. En volgende week, dan ben ik er natuurlijk weer. Dankjewel voor het kijken. Bye. Lost in the heat of it all. Girl, you know you're lost.